En nu, Filipje, spiegelen in een lijn. Het valt onder symmetrie, lijnsymmetrie of spiegelsymmetrie. En ik heb jullie ook laten zien dat je figuren kunt afmaken en daar lijkt het op. Dat is eigenlijk waar dit ontzettend op lijkt. Als ik bijvoorbeeld zeg, maak dit figuur af, dan moest je het zo aan de andere kant tekenen. En daar was de spiegellijn een symmetrieas. Nou, als je nu een heel figuur moet spiegelen in die lijn, dus dan wordt dit een symmetrieas van heel de tekening, dan mag je dat niet op gevoel doen. Je kan niet zeggen, nou C zit daar, nou die zit daar, dan zal B hier zitten, zit A daar, had zit je D klaar. Dat mag niet. Sowieso vergeet je dan de accenten hè, die erbij moeten. Maar zo werkt dat niet in de wiskunde. Niet op gevoel doen. Op gevoel is eigenlijk over het algemeen fantastisch als je iets op je gevoel doet. Maar wiskunde vaak niet op je gevoel doen. Hoe doe je dat nu? Nou, je gaat punt voor punt overzetten. En dan moet je ook een aantal, je moet ook laten zien dat je dat zo doet. Dus, hoe doe je dat nu? Je legt de spiegellijn van je geodriehoek ook op de spiegellijn van je tekening. En dan ga je hem zo wegleggen dat je netjes kunt stippelen. En dan zie je dat aan deze kant van de 0 zit je op 3, even tellen hoor, wat zal het zijn? 3. Dan moet je aan de andere kant ook op 3,3. En die lijn, die moet je stippelen. Echt stippelen. Dus 1, zo. Dan zit hij hier, dan zit hij hier ook op 3,3. Je zet dus eigenlijk het punt over. Dit punt zit op 3,3, dan zet je aan dit punt ook. Maar je moet laten zien dat je het zo hebt gedaan. Dus je moet die stippellijn tekenen. Let op, gelijke accenten bijzetten. Niet denk ik zet die letters aan het eind, meteen doen. Want nu dit figuur kan je nog wel zien, maar als je zo'n figuur of zoiets moet overzetten, zoiets, zeg maar even iets en zoiets, dan heb je allemaal punten die je over moet zetten. Ja, dan weet je op een gegeven moment niet meer hoe je moet verbinden. Dus echt steeds punten bijzetten. Wat moet je nu aan tekens hier erbij zetten? Je moet aangeven dat dit loodrecht, dat de spiegellijn loodrecht op de lijn staat die er staat. En een tekentje van gelijke stukken. Mag je zelf kiezen. Je kunt zeggen, ik begin altijd met een cirkeltje, de eerste die ik teken. Mag. Je mag ook een auto tekenen. Je mag ook een kerstboom, zeg ik normaal. Want normaal doen we dit in het begin van, voor de kerstvakantie al, maar door de afstandsonderwijs heb ik het een beetje verschoven. Nou, hier leg je weer je geodriehoek met de nullijn op de spiegellijn. En je mag best je blaadje omdraaien als je hier een heel groot stuk lijn hebt en hier nog maar een heel klein stukje. Ik zal even laten zien. Kijk, hier loopt die lijn helemaal door. Maar soms in je tekening loopt die lijn maar tot hier. Ja, dan kun je beter je blaadje omdraaien. Want dan heb je maar een heel klein stukje van de lijn zo. Even erop leggen. Daar gaan we weer. En ik ga die tekenen. Nou, dit punt zit op 7, ja, ik kan het altijd nooit zo goed zien. 7,8 zeg maar eventjes. Want ik kijk op mijn scherm, op mijn geo. Doe eventjes 7,8 alsof dat goed is. Zo, hoppatee. Zo. Dan haal ik hem weg en dan zet je meteen erbij dat dit punt A is met het accentje. Dan gebruik je ook dat ze loodrecht op elkaar staan en andere tekentjes. Je kunt zeggen, ik doe kruisje rondje. Hè, ik doe eerst dat en dat kan ook. Hè. Het boek doet vaak werk vaak met 1 streepje, 2 streepje, 3 streepje. Deed ik vroeger ook, maar ik vind dit veel duidelijker eigenlijk. En als je nu zegt van, nou, ik heb hier nog maar een heel klein stukje lijn. Stel even, de lijn loopt tot hier, zo. Dan eventjes je blaadje draaien. Want dan kan je je geodriehoek op heel dit stuk pakken. Nou, maar bij mij loopt die gewoon door, dus bij mij is het niet aan de orde. Hoppa. En dan ga je weer kijken. B zit op 4,2. Ik kan het niet goed aflezen, sorry hoor. Dus ik hoop dat het goed is. Dan zie je vanzelf, want je ziet het. Als je punt scheef hebt, dan zie je het. En nu, oh, ik vergeet de tekens bijna. La la la, bijna vergeten. Zo, en nu kan je zeggen bijvoorbeeld, ik doe een driehoekje. Zo. En nu ga je verbinden. En in deze tekening zie je het eigenlijk zo wel. Deze tekening is dat helemaal niet zo'n punt. Maar in de tekeningen die je kunt krijgen, die kunnen veel ingewikkelder zijn. Ja, dan moet je het wel. Dan moet je echt doen zoals ik je nu ga aanleren. Van A naar C loopt een lijn. Dus van A-accent naar C-accent loopt ook een lijn. Van B naar C loopt een lijn. Van B-accent naar C-accent loopt ook een lijn. En dan hebben we deze. En nu heb je driehoek ABC gespiegeld in de lijn. Soms krijg je de lijn schuin. Wat ik heel vaak tegenkom is dit. Oh, het staat nog op lijn. Dat is niet handig zin. Oh. Zo. Hè? Oh, mijn pennetje begint weer te haperen. Dat is altijd
moet nog opzoeken hoe dat komt. Zo, en dan daar die B. Mijn pen hapert, dus ik krijg het even niet meer. Zo, daar die B-accent. Dat is niet goed. Want, dan zeg je, ja, maar het is aan de andere kant van de lijn. Dat klopt. Maar als ik nu dit figuur hier omheen zou vouwen, dan valt hij niet op zichzelf. Je moet namelijk zorgen dat die spiegellijn loodrecht staat op de stippenlijn die je gebruikt om over te zetten. Dus je zult het zo moeten gaan doen. En dit is echt een veel, hij moet echt loodrecht. Dus hij komt hier. Nou, door het nu alvast op te schrijven, hoop ik het niet te zien in jullie schriften. En dat was het. Denk goed aan de accenten, denk goed aan de tekentjes, want je weet het, hè, dat soort dingen kosten bij wiskundepunten. Veel plezier en teken netjes, teken netjes. Veel plezier.